alles. We hebben een mooie winkelkar vol. Zo staan we met eind december ook. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. We zijn hier laatst geweest, maar nu zijn we weer in Duitsland om vuurwerk te kopen. We hebben gehoord dat het veel drukker is sinds dat we hier zijn geweest. Komt allemaal door ons des. Waarom gaan we hierheen? Een paar mooie blokjes halen. Magnum. Die Magnum cake willen we wel extra erbij voor oud en nieuw. En we zien nu al wel wat mensen staan. Daar staat de bus trouwens, of de vracht. Heron zie je al. En daar waren de bunkers waar we vorige keer waren. Maar we gaan jullie zo meteen wat tips geven. Er is ook een giveaway, dus er wordt ook vuurwerk weggegeven. Dus misschien krijgen een van jullie wel een mooie cake, maar daar komen we zo meteen op terug. We gaan even naar binnen, kijken hoe druk het daadwerkelijk is op een woensdagmiddag om een uurtje of één. Let's go. Dan laat ik jullie eerst even de winkel zien. Moet je kijken, jongens. Als je daar kijkt, vorige keer stonden daar, was het hier afgesloten. En nu is het echt een winkel geworden. Ik kan zo doorlopen. Hier heb je de welbekende Magnum cake. Mooi ding, die kan je ook scannen. Nou, pijlen heb je hier ook. Die heb je helaas dus niet meer in Nederland. Alleen pijlen en tunnekings kan je hier dus gewoon nog verkrijgen. Nee, dit is ook lijp hoor, die shelves. Dit is 12 inch, zo te zien. 10, 8, 6. 4, daarachter. Mooie dingen, man. Ja, jongens, zoals jullie zien staan we nu in de winkel. Vorige keer was dit dicht, maar ze hebben het nu dus doorgetrokken. Moet je kijken wat voor buis hier staat. Hoe lijkt het dit? Laat ik even testen dit ding. Mag jij? Ja, mag dat? Ja. Zo. Hey, jongens, hoor je dat? Mogen we het testen. Hoeveel inch was dit dan? 24. 24 inch, jongens. Deze kan je dus niet bij jezelf in de woonwijk neerzetten en dan wat eruit schieten. Dit zijn ook mooie dingen, man. Weliswaar dummies. En we hebben gehoord dat het hier veel drukker is dan andere jaren en zo. Dus dat wil zeggen dat echt iedereen nu al bezig is met vuurwerk. Mochten jullie dus nog wat willen, kan je dat dus hier halen, maar wel enkel op KVK. Ik heb het vorige keer ook al gezegd. Je kan dus met je KVK, die op jouw naam staat, hier je vuurwerk nu al ophalen. Dat is dus gewoon legaal volgens de wet. Moet je dan wel uitkijken met de regelgeving in Nederland. We kennen het allemaal, er moet Nederlandse tekst op staan, maximaal 25 kilo, CE, inderdaad wat jij zegt. Ja. Deze Bermuda's zijn zo nostalgisch, man. Van vroeger. Deze Cracklin balls, dat zijn echt de toppers van ons. Favorietjes. Dat zijn echt, die moet je een keer uitproberen. En dan kan je dus bijvoorbeeld nu al zo'n mooi blokje halen, weet je. Dan is die wel leeg. Er wordt niks geregistreerd of zo. Nee, alleen op papier wordt het gedocumenteerd. Dat jij bent en dat het jouw bedrijf is. Uh-huh. En voor de rest doen we niks met de gegevens, gebeurt niks met de gegevens, pure controle. Als er controle komt, dat we weten dat jij het bedrijf is. Okay. Nou, jullie horen het, er wordt niks geregistreerd of zo van de politie door gegevens, zoals ik heel veel in de DM heb gelezen. Maar hoe ziek is dat? Dat je gewoon met je KVK nu al je vuurwerk kan halen in Duitsland. En sinds dat wij hier zijn geweest, is het natuurlijk wel heel erg veranderd. Hè? Want Duitsland en België, dat is mega druk. Als je kijkt naar België bijvoorbeeld, is alles bijna al uitverkocht. De rijen die staan gewoon zelfs door de week tot buiten. Ja. Dus ik zou wel echt bezig zijn met vuurwerk, mocht je dat willen doen in het buitenland. Voordat je dus eigenlijk geen keuze meer hebt wat je kan halen. Want anders wordt het gewoon van, ja, wat hebben jullie nog? In plaats van, ik wil die en die. Met oud en nieuw gaan jullie deze lucht in zien. Het zit vastgeplakt, niet? Het zit vastgeplakt, dat mag niet. Kijk, dit is het, jongens. De Magnum cake. Een assie. Van jullie toch? Zeker. Hey, hè? Ja, dat is zo. Ja. Dat is een vrij. Dit is de dikste, jongens. Kijk, de winkel ziet er heel anders uit dan toen wij hier in september waren. Het is hier vrij. Hadden wij nou twee? Twee of drie? Nee, we hebben er één. Eén? Nee, maar één, twee of drie. Oh, het voor mij twee, man. Staan we weer in de bunker, jongens. We hebben hier vorige keer alles laten zien. En er wordt nu een bestelling opgehaald, dus we moeten die in de weg lopen. Maar het is wel lachen om dat even te laten zien, want zo gaat het dus. Het wordt dus een bestelling van iemand van een eurotje of duizend of zo? Ja, een eurotje of duizend, ja. Mooi, man. Dat is een mooie bedrag. Mooi, man. En hier is het tegenwoordig dus echt een komen en gaan van nieuwe ladingen en leveringen en zo. Toch? Zeker. Wekelijks nieuwe ladingen. Die zijn net weer binnengekomen. Wow.
Tenminste, dat is de laatste pallet die we daarvan hebben, de laatste stuks. Dus mochten mensen hem nog willen hebben, dan moeten ze snel zijn. Nou, dan wordt onze pallet wordt even naar voren gereden. Wat ik vorige keer ook heb uitgelegd, maar dat is ook echt zo, is dat de prijzen hier nog steeds 30% lager zijn. Ze zijn dus op de oude prijs gebleven, daar waar heel veel winkels hun prijzen hebben verhoogd door inflatie, maar ook door de duurdere containerkosten en zo, hebben ze er hiervoor gekozen om gewoon nog de oude prijs te hanteren, die ze dus voor alle problemen ook nog hadden. Zoals deze Magnum cake bijvoorbeeld, 250 euro. En als je dan kijkt wat je bij andere winkels kan kopen, dan ligt die prijs echt misschien wel richting 400 euro, denk ik. Dus dat is ook de moeite waard. En ja, heel eerlijk gezegd, wij gaan natuurlijk ook vaker naar België, maar in België heb je deze grotere blokken, die kan je niet meer krijgen. Vooral niet voor die prijs? Nee, vooral niet voor die prijs, maar ook niet omdat daar liggen wat kleinere cakes, de ruimte is kleiner. En hier heb je gewoon veel meer keuze. Ik bedoel, als we daar even naartoe gaan. Moet je kijken wat je hier nog voor blokken hebt staan. Die je gewoon nog op voorraad hebt. Deze Wolf. Begin met de finale, als je de site mag geloven. Maar... Kijk, dit soort mooie blokken. Die kan je dus hier allemaal krijgen. Je hebt echt gewoon keuze. En zoals ik aan het begin ook al heb gezegd van deze video. Gaan we richting oud en nieuw. Gaat er steeds minder vrijheid zijn om te kunnen kiezen wat je wil. Ja. Maar steeds meer... ja, wat hebben jullie nog? Of daarom, vervanging. Precies, daarom zeg ik van... Jullie moeten nu al een beetje oriënteren. Kijk daar wel mee uit met de regels, want je mag wel gewoon je vuurwerk kopen in het buitenland. Mits het voldoet aan de eisen in Nederland. Of de wetgeving. Ik had het net in de intro erover, jongens, dat er ook vuurwerk te winnen valt voor jullie. Dat is namelijk deze cake. De Defcon Pyro Box. Van Evolution. Die geven ze dus weg. Dan moet je voor naar de Facebookpagina van Vuurwerk24. Moet je hun pagina even liken. De post over de giveaway liken en delen. En dan maak je dus kans op deze fantastische blok. En het merchandise pakket. Oh, het merchandise pakket ook nog van Defcon. Dus een petje zie ik al. Yes jongens, we gaan even. We hebben trouwens even een mooie merchandise aangetrokken van Heron Fireworks. Waar we zijn. We gaan beginnen met wat we gaan halen hier. Druk op start, dan kunnen we hem pakken. Hoe bizar is dit met een Albert Heijn? Des welke wilde jij? Magnum, hè? Ja. Hebben we beloofd? Hoppa, die staat erop. Die gele staat daar, rechts. Deze hebben we ook, wat we willen. Dat is de... Brutal Wolf. Hungry Wolf. Hungry Wolf, die gaan we ook nemen. Dus die scannen we ook eventjes. Compound box gaat erop. Dat was een echte Hungry Wolf. Jij was fan van die Big Bang, hè? Hier links. Deze. Welke? Ook even scannen. Hey, die scant hem gewoon door het glas heen. Mooi. Die nemen we ook. 38 euro. Was ook een aanrader van hier. Tunnekings. Die stoken we dadelijk gelijk af. Die mogen natuurlijk in Nederland niet. Dus die stoken we af. Daarom moet je ook... goed uitkijken wat wel en niet mag. Dit zijn de supermarkt killers. Wel een toepasselijke naam, want iedereen gaat natuurlijk naar de Lidl en naar de Aldi voor de kleinere cakejes die heel goedkoop zijn. 3 halen, 1 betalen. Dus dat betekent dat als je er 3 haalt, 4,95 voor 3, hè? Ja, voor 3. Dus je betaalt 1,66 per stuk. Ja, dat is bizar. Daarom gaan wij ze ook nemen. Moet je wel 3 keer aanslaan, hè? Nee, toch? Je hebt nu 3. Ja, je hebt er nu 3. Dat is automatisch. Supermarktkiller. Staat een andere foto bij trouwens. Ja, dat is een karton. Dat is het karton van de supermarkt. Okay. Ja, het zijn mooie dingetjes jongens. 1,66 euro dus per cakeje. Ja, dat is gewoon de moeite waard om die erbij te hebben. We hebben nog een fluitbakkie. Net waren we in de bunker om een bestelling voor iemand anders op te halen. Nu halen we onze eigen bestelling op. Jullie hebben net kunnen zien wat we hebben gescand. En dat kunnen we hier dus ophalen. Deze die staat al klaar. Zo, die is wel zwaar hoor gast. Dat is niet normaal, man. Zo, hey. Wat zit er nog meer in dan? Ja, dat is wat zwaar. De gele ook, die staat ernaast. De gele moet je delen. Zo. Is dat een wild, hè? Nou, deze halen we ook. Tijdbommetje gaat af. Gevuld. Maximaal. Er zit beton in, zeker. Die halen we ook. En dan nog... De rest. Schillen, wat zeg ik zo?
Dan is het graaien geblazen. Had je deze gescand, Des? Ja. Nou, deze hebben we er ook bij. Leuk. Mooi gilletje, die doen we overdag. Ja, deze hadden we ook, jongens. De Big Bang. Ook een populaire van hier. Die gaan we ook even meenemen. Mooi design ook. Fantastisch. Hey, wie kan er zitten? Zo. Hier nog de Blitz. Toen de Blitz. Abe. Mooi kijken. Zo, jongens. Hebben we een mooie winkelkar vol. Zo staan we met eind december ook. Maar dan met hele kleine cakes. Dus dat was weer de video voor vandaag. SO naar Heron Fireworks, want we hebben leuke dingen kunnen halen. En ja, straks als we met oud en nieuw kunnen jullie mooie cakes zien. Mocht je nog willen gaan, heb ik alle info verteld. Mocht je nog vragen hebben, laat het hier vooral weten. Want Heron is heel erg actief onder de reacties van deze video, dat weet ik nu al. Thanks voor het kijken en dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later.